Het was alsof er een glasbak over me heen werd gegooid. Dat was de reactie van de heer Neefs uit Den Bosch toen zijn douchecabine spontaan in 1000 stukjes uit elkaar knalde. Geen incident, zo bleek uit de oproep die we vorige week deden. Spontaan springend glas in douchecabines. Het zal hier maar gebeuren. Radar kreeg de afgelopen week 40 meldingen. Nou, douchen stond ik me hier dus af te drogen. Ik sta wat gebukt om mijn voeten af te drogen. En in ene keer een enorme klap. En toen klapte deze deur. Die klapte er helemaal uit. Nou, ik stond dus in de keuken en toen... ik was dus koffie aan het zetten. Dus op dat moment hoor ik dus een klap. Het was in één keer een soort explosie. En mijn volgende blik was dat ik rondom in het glas stond. Toen ik hier boven kwam, toen trok ik dus de deur open. En toen zag ik dus hier allemaal punten van gebarsten glas. Hier in de douchecabine lag het helemaal vol met glas. Hier tussen die randen, hier is het tegenaan geklapt. Waardoor ook nog beschadigingen op zijn getreden. Hier de hele grond die lag dus vol. En zelfs daar dus in de wasbak. Nou, echt duizenden stukken. Het was zelfs zo dat we naar een week in gangpad, op de overloop noemen wij dat, nog glasplinters vonden. Dus het is honderdduizenden, miljoenen stukjes misschien wel uit elkaar gespat. Spontaan springend glas. Hoe kan dat? Douchecabines zijn gemaakt van gehard glas, ofwel veiligheidsglas. Bij een breuk valt het in kleine, niet scherpe stukjes uit elkaar. Om het glas zo te krijgen, wordt het tijdens de productie eerst opgewarmd en daarna afgekoeld. Hierbij kan per ongeluk nikkelsulfide, een soort kristal in het glas, opgesloten raken. Dit veroorzaakt spanning in het glas dat spontaan tot uitbarsting kan komen. De ruit breekt op een onverwacht en niet te voorspellen moment. Dit heet een spontane breuk. Toen ik de badkamer dus inkwam, toen zag ik dus diverse stukken glas, maar dan echt wel grotere stukken glas. Dus niet echt alleen korreltjes van veiligheidsglas. Dus ook echt grote scherven. Dus echt heel eng. Nou, ik stond wat gebogen. Maar het ging allemaal in zo snel. Ik merkte later aan wat kleine wondjes op mijn rug dat er wel wat glas over mijn rug gekomen is. Mijn vrouw komt naar boven gerend. Die heeft wat glasplinters van mijn rug afgehaald. En toen ben ik me verder af gaan drogen en even gaan zitten om van de schrik te bekomen. Want ik stond wel te trillen op mijn benen op dat moment. Ik ben me wezenloos geschrokken. Later, wat ik dus al zei, kreeg ik van die knikknieën, omdat ik bedacht dat die stukken glas zo je slagader in kunnen schieten. Nou, en dan bloed je gewoon leeg. En op dat moment was ik dus alleen thuis. Dus ja, dan vinden ze je, badend in het bloed. Nou, dat lijkt me inderdaad niet zo prettig. Dit zijn de glasscherven van mevrouw Eikenhout. En als je je hand er doorheen haalt, dan blijkt dat dit veiligheidsglas toch scherper is dan dat je in eerste instantie zou verwachten. De schrik van mevrouw is begrijpelijk. Een explosie met dit soort scherven kan wel degelijk gevaarlijk zijn. Dit is de voet van meneer Neefs uit Den Bosch. Bij hem kwam een glasscherf met zoveel kracht op zijn voet terecht dat er een pees werd doorgesneden. Meneer Neefs moest naar het ziekenhuis en heeft nu een groot litteken op zijn voet. Ondanks dat het hier ging om veiligheidsglas. Maar denk ook aan andere gevaren. Ik draag een bril, maar die had ik op dat moment natuurlijk ook niet op. Dus het had veel erger af kunnen lopen als ik scherven of van het glas in mijn ogen had gehad. Dan hadden de gevolgen een stuk ernstiger kunnen zijn. We hebben bij Radar ruim 40 meldingen van zo'n spontane breuk van 7 verschillende merken binnengekregen. Het is dus niet zo dat het maar bij één type plaatsvindt. Bij ons in de studio is de heer Trompert, algemeen directeur van Sealskin, een van de grootste fabrikanten van glazen douchecabines in Nederland. Hartelijk welkom. Goedenavond, mevrouw.
Was het u bekend dat dit voor kan komen? Het is ons bekend. Het is ook heel vervelend. Ik wil ook vooraf zeggen dat natuurlijk als het je overkomt, dat we dat zeer betreuren. Maar met het glas wat we inzetten, en we gebruiken juist veiligheidsglas omdat dat voor, naar wij weten, de meest optimale manier is om het toch te doen. Dat we weten dat het voorkomt, maar we kunnen het ook niet voorkomen. Nee, nou, zoals was dit geen sealskin deur? Dat zal ik er meteen even bij vertellen. Maar het is toch behoorlijk scherp. Ja, in principe vervalt het uiteen. U praat over exploderen. Nou, exploderen, dat klinkt wel heel erg dramatisch. Wat er gebeurt is dat de harding doorbroken wordt. Dat die verbrijzelt en in principe naar beneden valt en zich dan verspreidt. Ja, maar die meneer had wel degelijk ook in zijn rug. Dan komt het, als hij voor gebogen staat, voor dat, het kan helaas voorkomen. Maar ja. Ik vind het ook heel vervelend. Ik kan daar niks anders op zeggen. 40 van dit soort meldingen in een week tijd, die waren natuurlijk wel van de laatste jaren. Maar dat vind ik toch vrij veel voor zo'n probleem. Wat wij gemeten hebben van het laatste jaar, van 2001, is dat het gaat om 0,2 promiel als het gaat om spontaan klappen. Hm. Het blijft glas. Mm-hmm. Gelukkig is het veiligheidsglas. Als het goed veiligheidsglas is, en ik vind dat nogal erg grote stukken, moet ik ook zeggen. Maar normaal gaat het in kleinere bolletjes uiteen. Net zoals vroeger bij de autoruit. Mm-hmm. Maar het geeft een enorme klap. Ook dat, mm-hmm. Daar kan me van voorstellen dat het mensen enorm schrikken. Ja. Maar die kleine stukjes die hebben dan absoluut veel minder snijkantjes. En een slagaderlijke bloeding, dat is daar vrijwel mee uitgesloten. Gelukkig maar. Is er een technische verbetering mogelijk zodat dit niet meer hoeft voor te komen? Ja, daar moet ik kijken naar wat er de ontwikkelingen zijn in de glasindustrie. Want wij maken het glas niet zelf. Wij kopen dat genormeerd en wel van de glasindustrie. De nieuwe ontwikkelingen, mochten ze zijn, dan zijn we absoluut daarvoor open. Als aanmerk hebben we natuurlijk veiligheid hoog in het vaandel staan. En als er iets anders is, dan zetten we het absoluut in. Ja, maar dat is voorlopig op dit moment nog niet aan de orde. Voor zover wij weten is daar nog geen nieuwe ontwikkeling. Nee. Maar wat gaat u dan doen met de problemen die binnengekomen zijn? De problemen die binnengekomen zijn, zijn ze al niet opgelost? Dan zorgen we ervoor dat het opgelost wordt. Ik verbaas me eigenlijk als het niet opgelost zou zijn, als het gaat om sealskin-cabines in dit geval. Als de mensen die dit meegemaakt hebben naar de winkel gaan, dan nemen die weer contact met ons op. En wij zorgen allemaal roepelijk dat er een oplossing komt. Maar een oplossing, dat vind ik altijd een mooi eufemisme. Wat bedoelt u daarmee? Wij voorzien de winkelier onroepelijk meteen van een nieuwe cabine. En die krijgen de mensen dan? En die krijgen de mensen dan ook. Want er staat, als de winkel. Ik ben hier natuurlijk afhankelijk van de winkelier. Maar ik ga ervan uit dat die ook volledig Wij hebben bijvoorbeeld iemand op onze website, en dat zou wel over een sealskin gaan. Iemand staan die zegt, ik heb een nieuwe deur moeten kopen nadat dit gebeurd is. Degene die hem geleverd heeft, die zegt, nou, ik heb hier nog nooit van gehoord. En ze kreeg zowaar 100 gulden korting op de nieuwe deur van 2200 gulden. Ja, als dat zo is, ik kan daar niet op reageren. Dat is het lastige dat we dan. In dat geval is het lastig dat we niet met de consument rechtstreeks contact hebben. Anderzijds, wij zijn ook blij natuurlijk dat we de winkel hebben. Tuurlijk. Vertrouwen erop dat de winkel. In eerste plaats via de winkel. Als het nou echt helemaal niet lukt, dan mogen ze ook proberen om u gewoon zelf even te bereiken. In het laatste geval mag dat altijd, maar dan toch zou ik het proberen via de winkel op te lossen. Uiteraard. U heeft een website, hè? We hebben een website. Oh, kijk eens aan. Nou, mocht het allemaal niet lukken, dan kan het in het uiterste geval. En u zult zeer coulant optreden in dit soort gevallen. Absoluut. Oké, ik dank u heel hartelijk voor het gesprek. Bedankt. Ja, we hebben overigens alle bedrijven gebeld waar meldingen van zijn binnengekomen. En ze hebben ons allemaal verzekerd dat ze graag samen om de tafel willen gaan zitten om te kijken of er betere oplossingen mogelijk zijn. En ook de glasfabrikanten willen graag meedoen in dat overleg. In ieder geval zou de consument beter voorgelicht moeten worden over.
over de risico's. Gaan ze ook allemaal doen. Iedereen heeft ons verzekerd dat iedereen die een douchecabine heeft die uit elkaar is gespat, spontaan zich kan melden en dat ze samen met u naar een oplossing gaan zoeken. Claudette, is er veel gebeld? Ja, na heel veel klachten over hele nare bijwerkingen van antidepressiva. Voornamelijk Cerozats, Zoloft en Effexor. En echt heftige dingen zoals in shock raken, rare bulten die op je lichaam verschijnen waar je littekens aan overhoudt. Dus het is heel leuk om daar nog even, nou, leuk is het niet, maar heel nuttig om erin te duiken. Om daar eens even diepgaand onderzoek naar zeker te doen. Zeker. En verder nog een opmerkelijk iets over Sietse en Sofa's, waar we vorige week aandacht aan besteed hebben. Die mevrouw was niet tevreden met haar bank, omdat er ook dingen aan miste, scheurtjes in zaten. Hij is terug naar de winkel gegaan en heeft gezegd, nou, ik wil nieuw geld, wil mijn geld terug op een nieuwe bank. Ik heb een radar gezien waar ik recht op heb. En toen hebben ze daar in de winkel gezegd, ja, wij weten het niet precies hoe het zit, maar belt uw radar even. Zij weten precies wat ze met ons afgesproken hebben. Oh, nou kijk eens aan. Dus als de anderen hierheen komen, nog een keer. Nou ja, goed. We kunnen het mensen in ieder geval vertellen. U kunt ons blijven bellen tot een uur na de uitzending of anders de rest van de week. Morgen niet, hè. Maar de rest van de week tijdens kantooruren 0800 1343. De trofee voor een goede of een slechte service, oftewel de warme of de koude douche, wordt vanavond uitgereikt door meneer en mevrouw Van Zwol uit Amsterdam. Daar vind ik niks. Jij? Ja. Nou, meneer, was dit nou je smaak? Dat is toch geen kleur meer in een huiskamer, hè? Ja, het is een heel mooi stoeltje. Dat is wel een beetje mijn smaak eigenlijk. Ik vind dat mama geen smaak heeft. Soms dan koopt ze wel eens iets en denk ik, mens, hoe kun je dat nou kopen? Dan zeg ik maar wijselijk niks natuurlijk, want dat heb je een herrie. Nou, ik heb toch mijn zin gekregen. Oké, dit is corduroy, hè? Ik had een groen bankzaal gekocht. Een 3-zit en een 2-zit. Helemaal naar ons zin. Kleur, alles. We hebben eromheen gelopen, we hebben niks ontdekt. En het werd thuisgebracht en ik heb de deur dichtgetrokken en we zijn naar de tuin gegaan. Daar wonen we op een volkstuin. En toen kwam ik thuis van de tuin en toen zegt mevrouw, die zegt, kijk, daar staat een brandmerk in. Een 1, een 4 en een 4. Toen dacht ik, nou ja, het is gekocht. En toen kwam er een gaatje in. Ja, dat was natuurlijk minder mooi. Uiteraard hebben we toen meteen de zaak gebeld. En zo is het zaakje gaan lopen. Naderhand kreeg ik bericht hier van de zaak dat de fabriek was niet genegen om dat te vergoeden. Ik heb dat brandmerk er niet in gezet. En toen dacht ik, nou, dat zou een mooie zaak worden. Nou, de meneer van deze zaak belde op. Hij zegt, u hoeft hier niet de dupe van te zijn. U kan terugkomen en u mag een ander bankstel uitzoeken. En slaagt u niet, dan krijgt u gewoon uw geld terug. Ik ben uiteindelijk toch geslaagd. En het bankstel was 1300 gulden duurder. En daar hoefde ik niet naar te kijken, want ik hoefde er niet bij te betalen. Nou, ik vind dat deze zaak dan wel de warme douche verdiend heeft. Want dat maak je nergens mee tegenwoordig. Nou, dat vinden wij ook. 1300 gulden, niet bijbetalen. Meubelbedrijf MCW uit Zaandam. Gefeliciteerd met jullie goede servers. Warme douche. Dit was Radar voor vanavond. Woensdagmiddag zijn we er weer op de radio tussen 2 en 3 uur op 747 AM. Onze website kunt u rechtstreeks openen via www.trosradar.nl. En op televisie zijn we er weer volgende week maandag, 5 voor half 8. U kunt op ons rekenen.